De organisatie van het OLS start een geldinzamelingsactie om 2 van de 9 evenementen te kunnen organiseren. Zowel het Kinder-OLS als de Amazingmiddag voor Senioren heeft nog een flinke financiële boost nodig om alle kosten te kunnen dekken. Op dit moment hebben we nog niet alle kosten gedekt, nee. Helemaal kostendekkend gaat niet lukken. Dat weten we aan de vuurkant, maar ja, alles wat we van elkaar kregen, dat hulp. De begroting overschrijdt ruim het 1 miljoen. En ja, voorgaande OLS zaten er net onder. Dus ja, het is allemaal duurder geworden. Het kost allemaal meer geld, maar we hebben ook te weinig tijd ter beschikking om alles heel goed uit te zoeken en ook een goede inkoop te doen. Ja, en dat zie je onder de streep terug. De crowdfunding staat dadelijk op 20.000 euro. Wat als dit bedrag niet opgehaald wordt? Ja, dan moeten we andere middelen zoeken om die kosten gedekt te krijgen. En als ze niet gedekt worden, ja, dan gaat het aan kosten van het resultaat. Het OLS is nu eenmaal een groot evenement, het grootste culturele evenement van heel Limburg. Als je eenmaal die faciliteit hebt staan, wil je er ook optimaal van profiteren, toch? Het is nou altijd gelukt hier in Nederland, dus daar gaan we nu ook weer vanuit.